Patrick Richards, de barbecue king uit Nederland. Die is momenteel in Suriname. En zoals hij zijn COVID-project in Nederland heeft uitgevoerd, en dat is de frontliners van de verschillende ziekenhuizen voorzien van een stevige ontbijt en of een stevige maaltijd. Nou, dat heeft hij nu met sponsoren en andere actoren uit de Surinaamse gemeenschap, waaronder bekende artiesten, maar ook de bekende tv-presentator Winston Echtelt, heeft hij dan vandaag een project uitgevoerd voor het Zwaans Hospitaal en wel voor het COVID-team van het Zwaans Hospitaal. Dit als blijk van waardering. TBN Prime Alert die was er hedenmorgen ook uitgenodigd bij Maisonada aan de Anton Drachtseweg, waar het eten klaar werd gemaakt, en dat is dan barbecuevlees met alle andere lekkernijen erbij. We spraken met de topchef himself en wij voeren u naar het volgende verslag. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Mijn naam is Patrick Richards. En wat kunt u over uzelf vertellen aan de kijkers en luisteraars? Nou, ik ben een Surinamer die in Amsterdam onderneemt. Ik woon in Almere. En ik ben nu in Suriname. Als ik in Suriname ben, dan wil ik ook iets terug doen voor de maatschappij. Ja. En bent u met een speciaal doel afgereisd naar Suriname? Ja, mijn doel was familiebezoek. Mm-hmm. Ik had mijn familie een jaar niet gezien vanwege de tijd waarin we nu leven in de wereld. Kon ik niet komen. Maar ja, ik moest even komen, want mijn moeder is op leeftijd, mijn schoonvader is op leeftijd. En daarom ben ik in Suriname. Ja. En u hebt dus, zoals u daar net zelf zei, heer Patrick, u hebt het dus gemeend om vandaag dan ook een sociaal doel te doen. Of, ja, wat houdt dat project precies in? Nou, we mochten in Nederland, ik zeg het altijd, we hebben de ruimte gekregen. Want ik voel me geroepen om dit te doen, maar je moet ook de ruimte krijgen om het goed te doen. En de eerste lockdown in Nederland, dat was maart vorig jaar, hebben wij, laat zeggen, de meeste ziekenhuizen in Nederland blij gemaakt met Surinaamse delicatesses. Ja. We hebben ze een moment van rust gegeven. Ik moest mijn restaurant sluiten. En ik zei tegen mijn personeel en mijn vrouw van, ik wil toch iets terug doen. Terug doen voor de mensen die hun leven op het spel zetten om anderen te helpen. En dan kwamen we bij de verplegers en de artsen. En zo hebben we, samen met heel veel sponsors natuurlijk, want in het begin waren we alleen bezig, maar onze sponsors hebben ons gezien. Onze leveranciers. En dan praat ik over mensen die echt iets betekenen in Nederland. Ik praat over Coca-Cola, ik praat over Fernandes, ik praat over de Hanos. Ik praat over Heeman Verhuur. Ik praat over mijn kipleverancier, mijn broodleverancier. Dus echt leuke bedrijven. En zo konden we door het hele land door ziekenhuizen. Hoeveel ziekenhuizen in totaal? Totaal was het iets van 12, 13 stuks. En dan grote ziekenhuizen. En hoeveel personeel? Nou, dat is mooi. En dat vond ik het geweldigste. Mensen die hadden aangegeven ze willen meehelpen, hebben ook personeel gestuurd. Je had vrijwilligers van Coca-Cola, je had vrijwilligers van de Hanos. Dus zo had ik mijn hele restaurant omgetoverd tot een productiekeuken. En daar konden we de broodjes, de maaltijden serveren. En ik kreeg zelf vervoer gesponsord om ze naar locaties te brengen. En wat vond het zorgpersoneel zelf daarvan? Nou, ze waren blij. Kijk, Surinaams eten heeft een speciale vibe. En als je op het werk bent en je krijgt ineens een lekkere Surinaamse roti of een lekkere Surinaamse bami voorgeschoten, geloof me, je wordt blij. En dan kan je nog even opladen, even bijtanken om bij de patiënten te gaan. Ja. Dus dat was ons doel. Ja. En welk gevoel kreeg u zelf hiervan? Blij, u voelt het gewoon. Dit geeft een soort van oplading. Een soort van bevestiging dat je mee hebt geholpen. Ik ben ook een beetje in het zonnetje gezet in Nederland door heel veel organisaties. En ik was er blij mee. Niet met het feit dat ze me in het zonnetje gezet hebben, maar meer met het feit dat ik als Surinamer, als kleine Surinamang, iets mocht doen, iets mag laten zien dat wij Surinamers ook
geven. Wij Surinamers willen ook helpen. Dat was mijn instantie, mijn instelling en het is me gelukt. Ja. En een dergelijk project wilt u dus nu uitvoeren in Suriname. En het begint allemaal bij het Slaans Hospitaal. Zal dit ook overvliegen naar de overige ziekenhuizen? Ik zal u zeggen, we waren anderhalve maand geleden hier. En toen zei ik tegen mevrouw van, we gaan het doen. En we hebben ook geïnformeerd in Nederland aan mensen die graag willen helpen. En we hadden het allemaal uitgeschreven. Maar toen hadden we het aan een kant moeten parkeren. Of aan een kant moeten zetten, want er was weinig tijd. En toen ben ik benaderd door de organisatie die vandaag hun jongerenprogramma een speciale boost wilde geven met mij, met Patrick. En ik heb de organisatie gezegd, weet je, ik wil het doen. Ik wil voor jullie koken, maar het eten moet naar het ziekenhuis. En zo hebben we gekozen voor het Slaans ziekenhuis. En wat krijgt het zorgpersoneel van het Slaans hospitaal? Ja, Patrick, als ik het doe, wil ik het goed doen. Anders doe ik het niet. Dus ze krijgen een uitgebreide lunch. Echt een uitgebreide lunch met barbecue kip, een pasta. Ze krijgen een toetje. Ze krijgen Patrick's. En ze krijgen ook nog een marinade voor mij. Om thuis lekker met hun gezin een keertje te koken. Ja. En dit is maar het voorstukje. Want wij komen weer in december. En dan gaan we alle corona ziekenhuizen blij maken. Dat is een belofte. Oké. En mij is net iets ingefloten. Een Bigiari, 55 jaar. Kunt u daarop even ingaan? 55 jaar? U bedoelt 55 jaar Patrick? Ja, dat hoor ik. Iemand fluit. Ja, nou ja. Ja, over een paar dagen ben ik 55 jaar oud. Het is een leeftijd om na te denken. Het is een leeftijd om na te denken. Ik heb hart voor Suriname. Ik zeg altijd, mijn huis is in Nederland, maar mijn thuis is in Suriname. Dus ik ben nu aan het nadenken om mijn thuis basis weer eigenlijk... ik ben aan het nadenken om tussen nu en 60 om weer thuis te komen. Dus daarom is 55 heel belangrijk voor mij. Ik zou ook graag in Suriname willen blijven. Maar één dag voor mij wordt mijn vader 85. En mijn kinderen konden niet komen, dus ik ga helaas 21 terug naar Nederland. En ik hoor ook nog het woord, iemand fluit me dat ook net toe, of ja in. En dat is dan de Barbecue King. Hoe heeft u de naam gekregen? Het is gegeven. Het is gegeven. Ik wil iets zeggen over de Surinaamse keuken en over de Surinamers. Ik heb de voorrecht dat ik voor niet de minste... Maar ook voor de normale, ja, er zeggen op normale mensen, ik bedoel, ook voor de gewone Surinamer die ergens woont in Kraaienes of op Gansenhoef of in Beverwaard, ergens in Rotterdam. Ik heb het voorrecht om voor hun te koken. En geloof me, een Surinamer is kritisch. Als het eten niet lekker is, dan moet hij gewoon brana sorry. In de dorm is salastamima of Joko in de bifmigramma, weet je. Maar op een gegeven moment werden wij, Patrick's Catering, 30, 35 jaar geleden gezien als de barbecue man. En zo is het gaan groeien. En organisaties hebben mij gewoon eigenlijk de naam gegeven. De barbecue coding. En zo heeft de Nederlandse maatschappij mij ook... Of de Nederlandse mensen, want als je in Nederland kijkt, dan heb je niet alleen maar Surinamers, maar je hebt Turken, Marokkanen, Afrikanen. En ieder die fluit naar Patrick's als ze barbecue lusten. Ja, maar wat is het geheim dan? Liefde. Liefde. Iedereen zou kunnen barbecuen. Iedereen zou kunnen barbecuen. Ik geloof dat God mij geroepen heeft om mensen blij te maken. En als ik jou wil blij maken, dan kan ik je een mooie auto geven, ik kan je een mooie huis geven. Maar als ik je een lekker portie eten geef... Dan maak ik je super blij. Dus ik gebruik het ook. Ik zie het als het talent dat God mij gegeven heeft. En ik gebruik het om mensen blij te maken. Dus ook al gaat hij de duurste sausen gebruiken. Als er geen liefde in zit, zal hij niet lekker smaken. Zeker niet. Het begint bij liefde. Hoe ga je om? Ik heb net een demonstratie gegeven. U hebt gezien, ik heb samen met Winston een beetje mogen barbecuen. We hebben het woord liefde bijna 10 keer gebruikt. Omdat daar begint het. Ik kan me nog heugen toen ik heel jong was. En mijn moeder ging koken. Maar zondags ging mijn vader koken. En als mijn vader zondags kookte, was het altijd feest in huis. Hij maakte wel heel veel troep in de keuken. En mijn moeder en wij mochten het schoonmaken. Maar het was altijd feest. En ik kan me ook heugen dat als mama blij is, dan kookt ze een lekkere gerecht.
En dan is het gerecht ook lekkerder. Maar als er een beetje spanning is, dan kookt ze gewoon een gebakken ei of een stukje. Een blikje sardine. Maar niet dat dat niet lekker is, maar het liefde bleef altijd bij mij bij als een centrale basis om iets af te maken. Dus alles begint, alles valt in staat met liefde. Ja. Alles valt, alles staat met liefde. God is liefde. En zonder liefde komen we niet. Ja. Hoe is dit project financieel gedragen in Suriname? Financieel is het op een hele mooie manier gedragen. Ik kijk nu naar een artiest die vandaag belangeloos gaat meewerken. Ik kijk naar een organisatie die zichzelf gewoon inzet om het tot een geheel te maken. Ik kijk naar de locatie waar we nu zijn. Een locatie dat altijd klaar staat voor mijn projecten in Suriname. Boutique Hotel Missionaria. Ik kijk naar een cirkelgroep, meneer Hindori, die altijd ook in Nederland is hij bezig. Ook de projecten in Nederland heeft hij bijgedragen. Want daar heeft hij ook een bedrijf die mij sponsort. En ik kijk naar een Suriname Air Cargo die vandaag niet heeft bijgedragen, maar die het wel gaat bijdragen, want dit is een klein project. Ik kijk naar alle mensen die nu naar me kijken, die mij kennen en die mij bijstaan. Ik kijk naar allemaal, want zonder hun zou ik dit niet kunnen doen. Ja. De bekende presentator, Winston. Jouw rol en bijdrage bij dit project? In feite belde Patrick mij om iets te vragen. Hij weet nog steeds niet wat hij me weer wilde vragen. Maar ik viel hem in de reden en ik vroeg hem wat hij na lang weer in Suriname is. En ik weet wat voor sociale projecten hij doet. En voor de gemeenschap van Suriname heeft hij daar in het bijzonder voor kinderen. Heb ik hem dus gevraagd om toch wel eens een keertje weer voor ons te koken in het programma dat ik presenteer bij mij op Apinti. En vanuit mijn organisatie Jossac Promotion heb ik dus een beetje een projectje in elkaar gezet dat hij het ging doen. Want hij heeft dus aangegeven dat hij voor het ziekenhuispersoneel wil gaan koken. En dat vond ik een mooi idee, dus ik ben erop afgegaan. Ja, wat moet dit volgens u? We zitten in het vak, de frontliners. Wat moet dit gaan betekenen voor het zorgpersoneel? Dat ze in elk geval weten dat ze gewaardeerd worden. Dat we weten dat ze hard werken. En eigenlijk als je hard werkt moet je goed eten. Je moet met je ontbijt beginnen. Je moet je lunch ook op tijd gebruiken. Je avondmaal. Dus sowieso hebben we ergens iets gekozen. Waarbij ze kunnen nadenken van, hey, weet je, ik ben bezig te werken. Want ik ben ook zo iemand, als ik werk dan eet ik wanneer ik klaar ben met werken. Maar dat is dus verkeerd. Ja. En we moeten ze een beetje erop gaan wijzen van, weet je, let erop dat je dit. Hun ontbijt hebben ze zeker wel gehad. Want voordat je gaat werken dan ontbijt je. Dus we hebben ervoor gezorgd dat ze iets gaan eten. Wanneer ze 's middags toch wel even terug moeten om een pauze te nemen. En weet Winston te barbecuen? Natuurlijk! ik hou van koken, dus sowieso weet ik er wat van. En naast jou staat dan deze bekende zanger van Suriname. Uw bijdrage bij dit project? Sowieso als artiest heb ik mijn bijdrage geleverd als artiest. Ja. Had u als bekende Surinamer een boodschap toch voor het zorgpersoneel, alleen van Slans, maar alle zorgpersoneel voor Suriname? Ja, sowieso. Omdat, kijk, als iemand zijn of haar leven op het spel zet om iemand anders te beschermen, dan is dat heel mooi. En het is altijd goed om goed bezig te zijn. Ik zou zeggen, keep it up en God bless you. Want het is wel tof om je leven op het spel te zetten om andere mensen te helpen die besmet raken of andere mensen te beschermen. Ja. En is Cyril een goede kok? Sowieso, nu wel. Milere na tranga. Jawel. Thank you. All the best. All the best to you.